Hey hoi, met Angela van Angela's Creaties en welkom terug op mijn YouTube kanaal. Jullie zien alweer wat dingetjes klaar liggen en ik ga een creatie maken en ik heb zoiets van, ik wil even wat dingetjes gewoon apart laten zien. Dit ga ik versneld doen, ik ga een waxbeetje maken, mijn lampje staat al aan en ik heb al wat dingetjes klaargelegd. En dat zijn de wakkerspeeds en dit zijn ook de pareltjes waar Pearl Sense, dat is de, met een pareltje erin, parelmoertje erin. Mijn waxmarkers, metallic markers. En ik ga deze doen voor de stempel speciaal voor jou. Dus ik zou zeggen, kijk gezellig mee. Nou, ik heb hier, zoals jullie zien, al wat eventjes. Ik heb het denk, nou, omdat het best wel lang wachten is, denk ik van, ik doe het allemaal even snel. Echt zo'n follow my journey, zeg ik maar even. Zoals jullie zien, heb ik dit opnieuw eventjes. Dat is een voordeel. Heb je zoiets van, het is niet mooi genoeg. Je kan het weer terug in je brandertje doen. In je spoon, in je lepel doen. En... continu maak ik hem wel schoon, want dan is die weg. Kunnen we ook weer voor een andere kleur. En als dat hard is, ja, dan moet hij weer warm worden. En dan zou je hem wel weg kunnen halen. Maar ja, en zoals je ziet, het duurt ook niet echt lang voordat het echt hard is. Kijk dan, deze is jammer genoeg een beetje mislukt. Nou, ik doe het gewoon nog eventjes opnieuw. En ik heb hier nog een stukje van, dat zal ik er even bij doen. En het is gewoon, je knipt het eventjes. En zo. Kijk, dat is echt ideaal. Kijk, op zich vind ik hem deze nog niet eens zo verkeerd. Beetje bijknippen, zoals jullie zien. Kun je het ook gewoon bijknippen. Kijk. En dit... doe ik dan hierbij. Zo. Kijk. Dat even geëxperimenteerd. Dit is met zwart erbij. Kijk dan. En die metallic. Och, dat goud. Dat is zo mooi. Kijk dan. Och. Hou er wel rekening mee. Deze wordt ook echt gloeiend heet. Dus voordat je het opruimt, laat het goed afkoelen. Het is nu avond, nu ik dit aan het filmen ben. En ik laat het echt, want ik ga verder met de creatie, ga ik morgen weer verder. Het is al vrij laat, ik had zoiets, ik wil toch nog eventjes wat doen. En kijk, ook even roeren, maak het gewoon even schoon. En ik laat het dus ook echt, het is op zich wel vrij snel afgekoeld hoor. Maar ik weet niet hoe iemand, hoe jullie het opbergen. Safety first, zeg ik altijd. Kijk, laat je het even goed uitlekken. En zo. En dan... ja, ik moet nog eentje vinden, iets vinden dat ik
Ja, het is natuurlijk ook nog weer dat het... ja, het is heel zacht. Het is heel glad. En als ik het erin zet, dan schuift het nog een beetje. Dus ja, ik ben nog even op zoek naar iets dat ik denk van... Maar zoals jullie zien, ik vind hem nog leuk, ook nog. Het is alleen net even niet helemaal goed gelukt, hier met de tekst. Maar het gaat om het idee, zeg ik nou. En dit ga ik binnenkort verwerken op een creatie. Dat gaan jullie binnenkort zien in een nieuwe tutorial. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei, doei, doei.